Voedselvoorziening binnenland gestart. De regering is gestart met het transporteren van voedselpakketten naar Tapanahoni en het Paramakans gebied. Dit gebeurde op maandag 4 mei 2020. Bij het afkondigen van de totale lockdown aan de oost-, zuid- en westgrens heeft het COVID-19 crisismanagementteam aangegeven dat het tot en met 10 mei 2020 niet is toegestaan de grenzen over te steken en de rivieren te bevaren zonder toestemming van de autoriteiten. In een overleg met de traditionele gezagsdragers heeft president Desiree Bouterse alle medewerking toegezegd om ervoor te zorgen dat de voedselvoorziening van bewoners in het verre binnenland tijdens de lockdown wordt gegarandeerd. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap.today.